De wet van Archimedes is een hele leuke wet, want daar kun je dingen mee uitrekenen. En ook iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt, zoals dit ding. Als kind heb ik wel eens gefascineerd zitten te kijken naar van die ballonnen die uit zichzelf de lucht inzweven. En die op festivalterreinen, als de kinderen ze niet vasthouden, dan zie je ze boven het terrein weggaan en die gaan dan de lucht in. En dat zijn dan helium gevulde ballonnen. En die heliumballonnen die zijn lichter dan lucht en die stijgen op. Maar hoe hoog komen nou die ballonnen? Dat was altijd mijn vraag. Van hoe gaat die dan eeuwig maar door? Nee, dat kan niet, want op den duur ben je in de ruimte. En in de ruimte, daar is geen lucht meer. Dus dan verdrinkt die in feite geen lucht meer. Dus dan zal die weer dalen. Dus er zit ergens een maximumhoogte die zo'n ballon kan bereiken. En hoe hoog is dat dan? Kunnen we dat uitrekenen? Ja, dat kunnen we uitrekenen. En dat ga ik doen in dit filmpje. En het andere wat ik hierna ga doen, dat is een filmpje hierna. Dan ga ik kijken, blijft die ballon ook nog wel heel dan? He, als die tot zo hoog komt, want daar is de luchteiler en de druk in de ballon die is dan nog wel redelijk hetzelfde. Hij is wel wat kouder geworden, dus die druk zal ietsje lager zijn, maar misschien klapt die ballon wel uit elkaar. Dat is het volgende filmpje. In dit filmpje dus het berekeningetje voor hoe hoog komt de ballon. Nou, moeten we even wat dingen aannemen. Het volume van deze ballon is 11,2 liter. En de massa van deze ballon is 10 gram. Oké. Okay. Dat is alleen van de ballon, van het materiaal en dat stokje samen. Verder moet ik nog even weten, ja, wat is de temperatuur op dit moment? 0 graden Celsius. We laten hem gewoon buiten. Laten we hem los. En dan gaat hij de lucht in. Nou, Archimedes. De wet van Archimedes die werkt met gewichten en met hoeveel gewicht verdring je nou eigenlijk? Nou, wat die ballon in feite verdringt is lucht. Dus wat weegt lucht? Van lucht weet ik dat het bij 0 graden Celsius weegt lucht 1,29 kilogram per kubieke meter, oftewel 1,29 gram per liter. Dat weegt het. En wat weegt helium? Nou, helium, daar weten we ook iets van. Dat weegt 4 gram per mol. Oei, mol. Daar komt hij weer. Met scheikunde hebben we met mollen hebben we ooit leren rekenen. En een mol is niets anders dan een vast aantal heliumdeeltjes in dit geval. Een vast aantal deeltjes. En 1 mol kun je altijd onthouden als 6 maal 10 tot de 23ste deeltjes. Nou ja, moet je dat onthouden? Dat is voor dit sommetje is dit getal niet van belang, maar het is altijd even handig om weer te weten van wat was ook alweer die mol. Hoe dan ook, als ik zoveel deeltjes heb van helium, en we gaan zo meteen even kijken hoeveel deeltjes hierin zitten, dan weet ik dat dat 4 gram weegt. Nou, is het zo bij 0 graden Celsius, dan heeft een mol gas. Maakt niet uit welk gas, of dat nou zuurstofgas is, wat heel zwaar is, of CO2, wat nog zwaarder is, of waterstofgas, wat heel licht is. In al die gassen is 1 mol gas bij 0 graden Celsius, neemt een volume in van 22,4 liter. Dat is grappig. Dus het maakt niet uit wat voor deeltjes je hebt, het gaat om het aantal deeltjes. Ja, 1 mol gas, een vast aantal deeltjes, neemt een vast volume in. Of dat nou kleine deeltjes zijn of grote deeltjes. Nou, mijn volume, misschien zien jullie dat al, heb ik een beetje slim gekozen, want dit is nou precies de helft. Dus hoeveel hebben we? We hebben een half mol gas, of in dit geval een half mol helium, zit er in mijn ballon. Nou, en we wisten hoeveel het woog: 4 gram per mol. We hebben maar een half mol, dus daaruit volgt dat weegt 2 gram. Dus de totale massa. Totale massa van de ballon plus helium is 12 gram. Nou, waarom doe ik dat zo omslachtig? Ja, je kan hem moeilijk op de weegschaal leggen, hè? Want die heliumballon die wil stijgen, dus dan zou die een negatief gewicht hebben. Dus dat kun je op deze manier niet doen. Dan zou je naar de ruimte moeten vertrekken en hem daar op een weegschaal moeten leggen. En dat is een beetje moeilijk. Dus we gaan gewoon kijken, wat zit erin? Helium, wat weegt dat? Nou, mijn ballon weegt zelf ook nog het een en ander. Dat was die 10 gram, daar zo. Dus de totale massa is 12 gram.
principe van Archimedes zegt, als je een voorwerp hebt die een bepaald volume aan gas of vloeistof verdringt, dan is de opwaartse kracht gelijk aan de massa van wat je net verdrongen hebt. Nou, wat wij verdrongen hebben is lucht. En hoeveel lucht hebben wij verdrongen? 11,2 liter. Hoeveel weegt dat? Nou, dat kunnen we uitrekenen, want ik weet wat lucht weegt bij 0 graden. Dus we gaan kijken of die omhoog komt. Nou, we weten dat die omhoog komt, maar we gaan het nog even uitrekenen. De opwaartse kracht noem je altijd met de letter B van buoyancy. Dat is drijfkracht of opwaartse kracht in het Engels, buoyancy. Die is gelijk aan de massa van de verdrongen lucht, eigenlijk het gewicht van de verdrongen lucht. Nou, hoeveel lucht hebben we verdrongen? We hebben een volume van 11,2 liter, dus dat is dan 10 tot de min derde, want we rekenen even in kubieke meters. Volume maal de dichtheid. De dichtheid is, maar weet je wat ik doe? Ik doe het toch even in liters. 11,2 liter, want ik heb hier hoeveel gram per liter. Dus dan doe ik dit maal 1,29 gram per liter. Dus dan zijn dit nu grammen. Dan zijn het nu kilogrammen. En dan moet ik nu nog maal 9,81. En dan heb ik newtons. Dus dit is de opwaartse kracht. En deze opwaartse kracht is, moet ik even kijken, 0,142 newton. Dat is de kracht waarmee die wil opstijgen. Dus zou ik er een gewichtje aan plakken of zo, dit komt ongeveer overeen met, als ik het weer deel door 9,81, is dat iets van 14,5 gram. Dus alles wat lichter is dan 14,5 gram kan deze ballon optillen. Dat is leuk. Nou, is die minder dan 14,5 gram? Ja, hij is maar 12 gram. We hadden 2 gram aan helium en 10 gram voor de ballon. Dus in totaal tilt hij 12 gram en hij kan 14,5 tillen. Maar hoe hoog komt hij nou? Hoe hoog komt deze ballon nou? Dat gaan we nu uitrekenen. Ik pak er even een ander blaadje bij. En dan ga ik eerst eventjes iets tekenen. De ballon. Ik teken hem even zo. Met zijn stokje heeft een bepaald zwaartepunt. Nou, dan zal ik die iets hoger tekenen. Bepaald zwaartepunt. En hij heeft ook een aangrijpingspunt voor de drijfkracht. En dat is een andere, want dit punt is het middelpunt van, van het verdrongen volume. En dit punt is het centrum van de zwaartekracht. He, als ik hier een knikkertje zou bevestigen die heel zwaar is, dan ligt het zwaartepunt helemaal bij het knikkertje. In dit geval is het maar een staafje, dus ik neem hem even hier. En dit is dan de zwaartekracht. In het begin is die B, als ik hem loslaat, is die B groter dan die zwaartekracht. Dat hadden we net gezien, want hij kon 14,5 gram omhoog trekken en naar beneden werd maar 12 gram getrokken. En dan teruggerekend naar newtons natuurlijk. Maar als die ballon hoger komt, wordt de lucht ijler. En als de lucht ijler wordt, dan zit er niet evenveel massa meer in die 11,2 liter als dat erin zat toen die vertrok. Dus de verdrongen massa aan lucht wordt minder op het moment dat je hoger komt. En de verdrongen massa is nou precies, die bepaalt de grootte van jouw drijfkracht, die buoyancykracht, die B. Dus als je hoger komt, zal deze pijl, die blauwe pijl, die wordt kleiner. Terwijl de zwaartekracht, ja, die blijft gewoon voorlopig nog. Hè. Zover zijn we niet van de aarde dat de zwaartekracht begint af te nemen. Dus de zwaartekracht op die ballon, die blijft nog steeds dezelfde. Wat gebeurt er op het moment dat we de hoogte hebben bereikt waarbij die B gelijk is geraakt aan de zwaartekracht? Nou, dat betekent dat de B gelijk is geraakt aan de zwaartekracht. Dan is de massa van de verdrongen lucht maal de zwaartekrachtversnelling, dit is dan weer newtons, is gelijk geraakt aan de massa van de ballon plus helium maal de zwaartekrachtsversnelling. Dus het gewicht van de verdrongen lucht is gelijk geraakt aan het gewicht van die ballon. Oftewel, ik kan
Dat is wel een leuke. Die geesk, die kan je wegstrepen. En er staat dus dat de massa van de verdrongen lucht gelijk is geraakt aan 12 gram. Want dat woog die ballon met het helium samen. 10 gram voor de ballon, 2 gram voor het helium. Nou, dus als ik weet wat mijn lucht daar op dat moment voor massa heeft, dan kan ik daar misschien wel iets mee om erachter te zien te komen hoe hoog dat dan precies is in de lucht. Nou, daarvoor heb ik een bepaald plaatje. Ik heb namelijk dit plaatje tot mijn beschikking. Ik weet namelijk, dit is gewoon ook alweer een plaatje van Wikipedia, wat de luchtdruk is op de verschillende hoogtes boven het zeeniveau. Dus als ik erachter kan komen welke druk ik heb, dan kan ik ook weer in dit plaatje vinden hoe hoog die ballon dan op dat moment zit. Maar ik heb nog geen luchtdruk. Ik heb alleen nog maar de massa van de lucht bij, hè, deze massa die zit op een volume. Bij een volume van 11,2 liter. Dat weet ik. Nou, tot zover is dit nog niet direct op te lossen naar een druk, maar we kunnen een tussenstapje maken. En dat tussenstapje ziet er als volgt uit. Ik weet namelijk ook van lucht wat daar de massa is in mollen. Hè? Dus de lucht weegt 28,97 gram per mol. Nou, en ik weet ook hoeveel gram ik heb. Ik heb namelijk 12 gram aan lucht. Dus hoeveel mol aan lucht heb ik nou eigenlijk verdreven? N staat altijd voor het aantal mol van het aantal luchtdeeltjes. Is 12 gram gedeeld door 28,97 gram voor 1 mol is, moet ik even kijken, is 0,414 mol luchtdeeltjes. Oké, even kijken hoe ik hier kom, waar we naartoe willen. We hebben gezegd, op de hoogte waar die ballon begint te drijven, dat hij niet meer hoger gaat, is de opwaartse kracht gelijk geraakt aan de zwaartekracht. De opwaartse kracht was de massa van de verdrongen lucht, maal de zwaartekrachtsversnelling. En de zwaartekracht is de massa van de ballon in het helium, maal de zwaartekrachtsversnelling. Die G die konden we eruit strepen, dus we wisten hoeveel gram aan lucht wij hebben verdrongen. Dat is 12 gram geweest. Nou, ja, precies evenveel als die ballon. Oké, logisch. 12 gram lucht, dat is 0,414 mol, want we weten hoeveel gram een mol weegt. We hebben 12 gram en bij 28,97 heb je 1 hele mol. Dus hoeveel mol hebben we? 12, 28, 97ste. Dus 0,414 mol aan lucht hebben we. En nou kunnen we de gaswet gebruiken. En dat is een hele leuke, want de gaswet luidt als volgt. PV is MRT. Staat gewoon op Wikipedia alweer gaswet. En hier staat die druk. En als ik die druk heb, dan konden we naar hoogte. Weet je nog? Oké. Gaan we. Die druk, als ik hem alvast even omschrijf, is dus N maal R maal T gedeeld door V. En we weten nu vrijwel alles. Want hoeveel mol aan luchtdeeltjes heb ik? Die hebben we net uitgerekend. 0,414. De algemene gasconstante, dat is 8,3145. De temperatuur, ja, dat is even een dingetje, die weten we nog niet. De temperatuur op de hoogte waar die ballon blijft hangen, ja, daar kan ik alleen maar even een gok voor maken. 0 graden Celsius is 273 Kelvin, ja, 0,15. Laat ik eens even zeggen dat het daar min 10, min 13, min 13 graden is. Dat komt mooi uit, dan wordt dit 260. Min 13 graden in die lucht, ja? Hij gaat lekker omhoog. En dan kunnen we straks checken, want als we weten hoe hoog die is, dan kunnen we in een andere grafiek wel weer vinden wat de temperatuur dan is. Nou, en het volume is 22,4 liter. En dan rolt die er gewoon uit. En dan kan ik die P uitrekenen. En dat is dan 80.000 pascal.
Maar die wil ik graag hebben in millibar, want in mijn plaatje zometeen heb ik aan de assen millibar staan en geen pascallen. Dus dit reken ik even om en dit wordt dan 800 millibar. Dat is zo, want 100.000 pascal is 1 bar, dus 80.000 pascal is 0,8 bar en 0,8 bar is 800 millibar. En als ik dan dat plaatje inga, die we hier zien, dan zie ik dat bij 800 millibar een hoogte op een hoogte zit van 2 kilometer boven zeeniveau. En dan hebben we eigenlijk het antwoord gevonden op ons plaatje. Behalve dan dat we een aanname hebben gedaan. En die aanname die ging ervan uit dat het min 13 graden Celsius was. Oftewel 260 Kelvin. Is dat wel zo? Nou, dat zouden we kunnen checken. Daar heb ik een ander plaatje voor. Dit is een grafiekje, die ziet er een beetje gek uit. Waar wij zijn, dat is op zeeniveau, dat is hier, namelijk op een hoogte 0. Bij een temperatuur van 10, 15 graden. Stel dat je dan naar de hoogte ingaat. Als je de hoogte ingaat, dan wordt het op 10 kilometer al min 55 graden. Oftewel een afname van 15 naar min 55 is een afname van 70 graden over een hoogte van 10 kilometer. Dat betekent dat als wij naar 2 kilometer hoogte gaan, dat eventjes, moet dat even hier doen. Dus als ik 10 kilometer omhoog ga, dan ga ik 70 graden omlaag. Als ik dus 2 kilometer omhoog ga, dan ga ik maar een vijfde, dus ook een vijfde van die. En dat is 14. 4, 5, ja, 14 graden. Oh, dat komt mooi uit, want ik had dus gezegd dat het 13 graden omlaag ging en het is 14 graden. Nou, dat zit ongeveer bij elkaar in de buurt. Dat is toevallig goed. Dus het klopt. We gaan, mijn ballon zal komen hangen in de lucht op een hoogte van 2 kilometer. En nou nog de vraag, en dat komt in het volgende filmpje, houdt die ballon dat ook?